Polly, Boerenbach. Polly weer. Teruggespeeld dus door Koeman en opgepakt door Van Breukelen. Gezien door Herman van Dijk. Van Breukelen vraagt, was dat nou echt terugspelen? Ja, zegt Van Dijk. Koeman, ja, die tikt die bal toch bewust terug op Van Breukelen, die hem oppakt. De bekende taferelen. Indirecte vrije trap dus, in het strafschopgebied. Van Breukelen voor de muur, anders heeft hij geen zicht. Van Halst probeert Van Breukelen het zicht te belemmeren. Duwen en trekken derhalve. En dat krijg je in dit soort situaties. Maar nogmaals, op de beslissing van Van Dijk, die bepaald niet kinderachtig is, daar valt niks op af te dingen. Vurens als aangever. Het schot van Boerenbach. Van Breukelen samen met Meijer voorkomen een doelpunt. Mols mag dan invallen. Neemt de positie over van Polly. En dat is in de loop van de competitie al een paar keer succesvol geweest. Vurens steeds vanaf het midden komend. Paalplaats, terwijl Van Mol niet naar de bal keek. Paalplaats wel. En die goal Popescu en heeft dan de 1-0 op zijn schoen, maar ook hem lukt het niet. Knappe actie van Boudewijn Paalplaats. Maar hij maakt het niet af, gehinderd daarbij door Popescu, dat wel. Van Tichelen. Hoekstra. Hoogma. Mos. Popescu. Overtreding Karnebee. Het is een strijd om elke graspriet. Wie heeft het initiatief? Wie toont de durf om de wedstrijd open te breken? Karnebeek. Hoogma. Van Tichelen. Hoekstra. Meijer. Wouters. Numan. Paalplaats. Numan. Van Mol, dat ziet er dreigend uit. Die kan de bal terugleggen op Meijer. Bosker doorziet het. Mos. Vurens. Daar komt Hoogma. En daar is de lat en de hand van Van Breukelen. En ontsnapt PSV. En doet Van Aarle de rest. De actie van Vurens. En daar komt Hoogma. En die raakt via de hand van Van Breukelen de lat. PSV wil hier niet verliezen. En Twente heeft niet meer het vermogen om te winnen, denk ik. Van Aarle. Verspeelde bal. Paalplaats. Hij is ook een man die het zou kunnen. Maar het zit er niet in. En zo blijft het dus toch 0-0. Boudewijn.